So hier habe ich ein Büro. Spielplatz. Die echt groot is. En dit is een kleine eetplaats. En dan heb je de keuken. In de keuken heb je dus oudere keuken. En vandaar ga je naar de plaats. Eigenlijk wel best handig. Dan hier, dit is het waskot. Vrij klein. En hier heb je een kleine badkamer. Met een vriendenkamer. Er zit wel best wat rommel in, maar eigenlijk valt het nog mee, want je hebt hier een two-person bedroom. Ja, die hebben ze hier redelijk wel opgeruimd. Relationship here. I just saw lightning over there. Don't feel bad. Maybe she'll do it here. But yeah. Yeah. Because he acted like he tried to do it by himself. Yeah. He wanted to because it's expensive. But yeah. Yeah. Dus hier heb je de inkom. Bureau rechts eetplaats. En dit zijn de kamers van de kids. Iets kleiner dan de vorige. Iets kleiner dan dit is geen queen size. Het is kleiner. Met de badkamer voor de kids heb je wel twee beetje kitscherige spiegels. Hier qua ruimte voor de kids is het iets kleiner, duidelijk. Het zijn de standaard IKEA bureautjes. En dan heb je natuurlijk wel een hobbyroom er extra bij. Wow.
daar trouwens nog een bed is. En best wel een grote kamer daarentegen. Met vloer, en trouwens in de kamers op vloer. Hier heb je de badkamer. Ja, dat is zeer kitscherig, maar bon. Het is wat het is. Wc. Nou, de douches. Zeer groot. Ik heb het zicht eigenlijk van de kamer. Dat is ook wel leuk om te zien. Dit is het zicht dat je hebt. En dit is buiten. Ja, terug naar beneden gaan. Okay. The door has a soul. Yeah. It's an old house. Thank you. Yeah. Lots of weather. Yeah. Yeah. You have seen under back. Daar heb je niet aan dit. Maar ja, je ziet het mooi aan je grond eigenlijk een voorspanning staat. Dat ik de eerste keer niet gezien heb.